meisje kwam naar jou toe? Ja. En wat had ze toen gevraagd? De vrije hond een foto maken met jou. Hey, ik ben Siana en welkom bij een nieuwe aflevering van Spot On, het platform voor vrouwen door vrouwen. Vandaag praat ik met Kenisha en Sunisa over hun Instagram-account. Want Kenisha is pas 4 jaar en heeft nu al 360.000 volgers op Instagram. Als je benieuwd bent naar hun verhaal, abonneer dan op ons kanaal en support ons, zodat wij dit soort verhalen kunnen blijven vertellen. Hey, Sunisa, leuk dat je er bent. Nou ja, dankjewel. We gaan zo meteen Quinny erbij halen, maar ik dacht ik ga eerst even met jou kletsen. Want ze heeft nu bijna 360.000 volgers. Ja, klopt. Dat is bijna 6 keer een uitverkochte arena, iets meer zelfs. Was het de bedoeling dat zij zo'n grote influencer zou worden? Nee, de bedoeling was het zeker niet. Het was meer gewoon een spontane iets waarmee ik ben begonnen. En het is gewoon met loop der jaren is het gewoon zo erg groot geworden, zeg maar. En waar haal je dan je inspiratie vandaan om foto's van haar te maken? Nou, ik hou zelf al van foto's maken. Dus ik heb echt heel veel foto's van mijn kinderen. Mm. Gewoon als ze lopen, als ze spelen of als ze iets aan het doen zijn. Ja, dan zie je toch de andere kindjes op Instagram. Meestal zijn het buitenlandse kinderen. En daar heb ik het dus ook natuurlijk een voorbeeld van genomen. Dus toen ben ik gewoon een beetje echt fashion foto's gaan maken. En je vindt het leuk om foto's te maken. Is dat ook de reden dat je bent begonnen? De reden dat ik ben begonnen was eigenlijk na het overlijden van mijn zoon in 2017. Ja, ik was gewoon op, zeg maar. En ik was natuurlijk alleen met Quinisha. En toen kwam ik steeds meer kindjes tegen op Instagram die leuk gekleed zijn, die eigen account hadden. Ja, het was voor mij een afleiding. Ja. Toen die tijd. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat als je een zoon verliest, dat je extra trots bent op je kind wat je nog wel hebt. En dat je daarom ook heel veel foto's van je kind zou maken en dat je dat ook wil delen. Nou ja, het was eigenlijk ook mijn zoon, hij was gek op Ansel Knol toen die tijd. Oh ja? Ja, het was echt. Hij heeft altijd gezegd, als ik beter ben, dan wil ik graag gaan vloggen. Wil ik ook echt bekend worden, YouTube en zo. Ja. En ik dacht, nou ja. Als jij dat wilt, dan doen we dat. Heel veel mensen zeggen ook van, het moest gewoon zo zijn, zeg maar. Ja. De foto's maken van Quinisha, ja, dat is gewoon omdat ik natuurlijk best wel veel heb gemist met haar. En heel weinig foto's in haar babytijd. Ik was natuurlijk altijd in het ziekenhuis, zeg maar. Je hebt tijd met haar gemist omdat je zoveel met hem bezig was. Ja. Ja, zij was er wel altijd bij, maar ja, dat is toch anders dan het normale leven, zeg maar. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat als hij vlogger wilde worden, dat het ook voelt alsof je zijn legacy soort van in leven houdt als jullie nu hiermee bezig zijn. Is hij toch dichtbij jullie? Ja, klopt. En dat is een soort van, zij heeft zijn dromen waargemaakt, om het zo maar te zeggen. En hoe ga jij door de dag heen te werk? Ik kleed haar dan gewoon aan. Nou, dan gaan we gewoon naar de park of naar de speeltuin. Dan lopen we even naar de supermarkt. Dan maak ik ook gewoon foto's. En dan is het gewoon aan het lopen een hele gesprek. En soms stoppen we even. Ja, dan hebben we meestal wel een goede foto. Dus het is meestal onderdeel van iets anders wat jullie al doen. Niet van, we gaan nu een uur lang werken. Nee. Meestal is het gewoon echt heel veel lopende foto's. Denk je dat het voor Quinny voelt als werken? Nee, ik denk het niet. Waarom denk je dat niet? Omdat zij gewoon op een speelse manier dat bezig is, zeg maar. Als het binnen is, is het gewoon dansen. Of ze kijkt iets op de tv of op de iPad en dan gaat ze dansen of dit of dat. Dan moet jij dan gewoon proberen daarvan iets uit te krijgen, zeg maar. Dus dan voelt het ook niet zo geforceerd van haar, zeg maar. Zij kan gewoon haar eigen ding doen. Komt het ook wel eens voor dat ze er gewoon echt geen zin in heeft? Ja, natuurlijk. Ze zeggen ook gewoon duidelijk gewoon nee, ik wil het niet. Of stop eens met foto maken. Oh, ja? Ja. Je merkt ook heel snel aan haar, want dan weet ze dat ik foto's aan het maken ben. Of dan is gewoon, ze heeft gewoon geen zin. Dan loopt ze met haar gezicht naar beneden. Ja, als je niet wilt, als het niet lukt, dan proberen we het straks. Als ze een goede bui heeft. Dus je geeft er wel gehoor aan. Als hij zegt, ik wil het nu echt niet doen. Dan zeg je, we doen het later. Of we doen het niet. Of morgen. Ja, of een ander keertje. Laten we de grote ster Quinisha erbij halen. Quinny, kom. Kom maar, mama. Wat heb je een mooie outfit aan? Heb jij die gekozen of mama? Ik. Heb jij dit zelf gekozen? Ja. Wil je het even aan me laten zien? Dat je even als een echte influencer gaat poseren. En hoe maken we de foto's? Ga maar staan. Ga maar mooi staan. Wel naar de camera draaien. En hoe maak je dan de foto's? Hoe poseer je?
Zo. En wat nog meer? Zo. Wat merken jullie in de praktijk van haar bekendheid? Ze wordt toch wel meer herkend nu. Als we naar de winkel gaan of gaan shoppen, dan zien we ook echt medewerkers zeggen van nee, dat is dat Quinisha en zo. Dus ja, er worden echt wel nu echt op aangesproken, zeg maar. Eerst was het echt gewoon een beetje de gesmoes en ja, dit en dat. Maar ja, dat is wel leuk. En Quinny, vind je het leuk dat je bekend bent? Ja. Ja? Ga eens goed zitten. Waarom vind je het zo leuk? Ik weet het niet. Vind je het leuk als mensen jou op straat herkennen? Mm-hmm. Wat had je laatst gedaan? Een meisje kwam naar jou toe? Ja. En wat had ze toen gevraagd? Te veel om de foto maken met jou. Vroeg ze dat aan jou? Ja. Ja, want ze zei ja, ze volgt Quinny al een tijdje en ze vindt het helemaal geweldig. Straks praten we met Sunisa en Kenisha over de toekomstplannen en welke kritiek zij krijgen. Maar nu eerst jullie kijkersvragen. Wat wil Quinisha laten worden als ze groot is? Wat wil je worden als je groot wordt? 5. En als je dan net als een grote mama bent, wat wil je dan worden? Ik ben in het ziekenhuis. In het ziekenhuis? Oh, dus een dokter. Ik wil dokter worden. Nog meer. Heeft Quinisha het zelf ook door dat ze een bekende influencer is? Ja, hè? Ja. Ja, want je bent een? Quinisha. Een? Een meisje. Hoeveel geld krijg je voor een campagne? Klik hier als je de video van Kelly Loef wil zien, die dan vertelt over haar co-ouderschap met Lars Veldwijk, aangezien hij voor zijn carrière naar Korea moest verhuizen. Welkom terug. Straks praten we weer even verder met Quinny. Maar ik wilde het graag met jou hebben over de documentaire. Zij is dus gevolgd als een soort van mini-influencer. Ja. Hoe waren de reacties? Nou, we hebben eigenlijk best wel goede reacties gehad. Echt alleen maar. Ook via de meiden die natuurlijk mee hebben gelopen. Ja, dat was wel fijn. Had je dat verwacht? Nou, eigenlijk ook niet. Het was meer gewoon van, oké, ik wil laten zien, zeg maar, hoe ik bezig ben met mijn kind. Want dat zien de meeste mensen zien dat natuurlijk niet. Want je hebt eerder grote samenwerkingen gehad, waaronder bijvoorbeeld bij de Linda. Mm-hmm. En de reacties daarop waren niet mals. Ik kan me heel goed voorstellen dat het best wel spannend is om dan weer, zeg maar, je zo kwetsbaar op te stellen en dan mensen in jullie privéleven te laten. En een van de reacties was zelfs, die moeder moet een kogel krijgen of iets in die trant. Dat was een van de ergste reactie die ik ooit heb gehad. Waarom zeg iemand zoiets, zeg maar? Ja, ik snap wel dat mensen zeggen van je gebruikt je kind, je doet dit, je doet dat. Laat een kind zijn. Maar ja, dat is het. In een documentaire laat ik gewoon zien van oké, ze is gewoon aan het spelen. Ik bedoel, ik speel ook gewoon met mijn kinderen. We zijn niet 24/7 bezig. Ja. Dus dit is een beetje jouw reactie ook op de comments van kijk, dit is eigenlijk hoe het eraan toe gaat. Want die reacties die je binnenkrijgt, zijn ze dan gericht aan jou of aan Quinny? Echt eigenlijk meer aan mij. Van ja, waarom doe je een kind dat aan? Of waarom kleed je een kind zo? En wat doen de reacties met je? Natuurlijk is het kwetsend. Het is niet leuk. Daarom was het gewoon fijn om het gewoon te kunnen laten zien. Ja. Zou je ooit de situatie kunnen indenken dat je stopt met Quinny's account? Ja, zeker. Kijk, als zij het niet meer wilt op een gegeven moment, of als ze wat ouder wordt, prima. Als zij ermee wil stoppen. Dus als zij aan zou geven van nou, ik wil het niet meer, of ik wil het nu in ieder geval niet, dan zou je er wel mee willen stoppen. Ja. Ik ken heel veel mensen die het best wel spannend vinden om foto's van hun kinderen te plaatsen, omdat je gewoon eigenlijk nooit weet waar die foto terechtkomt. En ook dat het kind best wel jong is en nog niet kan instemmen met of zij het wel of niet willen. Is dat iets waar je over nadenkt? Ja, het is sowieso is het eng. Want je weet inderdaad niet wat er gebeurt met de foto's van jou en je kind. Want we hebben al meegemaakt dat echt heel veel fake accounts. En ook echt mijn hoofd weggefotoshopt. En dan hun hoofd erop met lelijk? Mijn kind. Oké. Ja, nee, dat was echt creepy. Het was echt heavy. Ook zeg van, het is mijn kind, het is niet jouw kind. En dan gewoon echt in discussie aangaan en zo.
Tuurlijk is het eng. Tuurlijk ben je er wel bang voor. Maar dat is de keuze die je natuurlijk maakt. En wat ook in de documentaire is gezegd, eenmaal online, altijd online. 100%. Zoals je vertelde, zijn er soms mensen die dus aan de haal gaan met foto's van Quinny. Mm-hmm. Wat maakt het voor jou zo belangrijk om er dan toch mee door te gaan? Nou, omdat er toch veel mensen zijn die haar leuk vinden zoals ze is. En het goed vinden zoals wij wat we doen. En er zijn ook gewoon moeders die ook echt tips van ons willen. In het begin was dat heel erg. De twee knotjes, nou dat was dat vonden ze zo leuk. En dat ze waren allemaal tutorials dat ik het ging doen. En nou, dat hebben we gedaan. En nou, veel mensen waren zo blij daarmee. En ja, en de producten die ik gebruik voor haar haren, dat laat ik ook zien. Of waar ik de kleding heb gekocht. En dan deel je toch wel gewoon de goede dingen met je volgers. Ja. Zou je met de kennis van nu nog steeds dat Instagram-account aanmaken? Ja. Ja. Ik denk dat het wel leuk is om je kind, zeg maar, te showen. Ja, nee, 100%. Ja. Ja, je bent er gewoon trots op en dat wil je gewoon showen. Ja. We halen de kleine Quinny er weer bij voor de rest van het interview. Quinny, kom! Kom op! Yes! Hallo! Quinny? Wat is het leukste wat je hebt gedaan met je Instagram-account? Welke foto vond je het leukst of welke outfit vond je het leukst? Ik vind ik leuk om te gaan foto's maken. Ja. Vind je YouTube ook leuk? Vloggen. Is vloggen ook leuk? En hoe open jij je vlog? Hoe zeg je altijd als je gaat beginnen met vloggen? Kijk maar naar de camera. Hi guys. Dus wat brengt de toekomst jullie? Ja, dat weten we niet. We zien wel waar het schip strandt. En of zij natuurlijk hiermee doorgaat of niet. Of ze neemt het alleen maar over op vloggen. Dat zou ook kunnen, want dat vindt ze helemaal geweldig. Ja, waarom ben je zo trots op haar? Ja, ze is gewoon Quinisha. Ze is gewoon lekker gek. Ik bedoel, ik heb natuurlijk heel veel gemist met haar. Het was gewoon lastig voor mij toen die tijd. En we moesten elkaar opnieuw leren kennen, in principe. Maar toch, ondanks alles, ze is gewoon gelukkig. Ze doet het goed. En ja, en ik ben gewoon trots op haar. Ja, wat mooi. Dankjewel voor je verhaal en voor de gezelligheid. Leuk dat je er was, Quinny. Mm-hmm. Je wil naar huis, hè? En dan ga ik gewoon... Ik wil mij terugduwen. Terugduwen? Ja! Bedankt voor het kijken. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe jij dat doet. Want waar we het over hadden... Heel veel mensen zijn er nog niet over uit of ze wel of niet foto's willen delen van hun kinderen. Be nice. We zijn hier niet om elkaar te roosten, maar juist om elkaar op te bouwen. Aangezien jij onze influencer bent, wil jij zeggen doei en bedankt voor het kijken in de camera? Ja. Oké, go. Doei. Even de kijken. Tot ziens. Oh my god. Gekkie. Bye bye. Yes. Oh, je moest je terugduwen, hè? Okay. Ja. Ga maar. Ja.